Het Q1 van Tesla staat in het licht van de shipping naar Europa. De Glove, door iedereen gevolgd. Die kun je mooi tracken en tracen. Daar zitten zo'n 1500 Model 3's in. En die staan daar gewoon keurig netjes kant en klaar. Niet meer gewoon zoals ze vroeger waren in stukjes met batterijen apart, auto apart. Maar die zijn nu apart hier neergezet. De service centers die zijn al helemaal zich klaar aan het maken om die dingen uit te voeren. En ja, we zaten echt enorm te wachten tot die dingen eruit gingen komen. Nou, en daar kwamen ze ook. Elon Musk zou langskomen. Dat is niet gebeurd. En hij was ook een beetje weer veel te enthousiast. Want hij zei van toen het schip aankwam, morgen kun je ze ophalen. Nou, dat duurt natuurlijk 4-5 dagen. Dus die arme mensen hebben ook allemaal bericht gekregen. Kom ze maar ophalen. En dan kwamen ze daar en dan waren ze nog niet klaar. En er zijn nog andere zaken. Maar nu worden ze dus echt uitgeleverd. Meteen kant en klaar. Alleen autopilot schijnt gewoon nog niet geaccepteerd te zijn. Dus dat is nogal een beetje een dingetje die moet volgende week worden geaccepteerd. En nu is het nu rijden en dan kijken of het erg druk wordt bij alle superchargers waar de Model 3's wel voor moeten betalen. Maar Model 3 is gearriveerd in Nederland. We gaan ze overal zien. En ze hebben nu tegenwoordig ongeveer de beste besteltijd. Als je nu bestelt, heb je over 2-3 maanden heb je gewoon een Model 3. Toppie!